automation clips. Voor sommigen is het heel erg lastig om dat te kunnen. En voor anderen is het echt gewoon met twee vingers in de neus zo gedaan. Vandaag ga ik jullie een kleine basis laten zien van een automation clip en wat je er allemaal mee kan. Dus geniet van deze video. Ja. We zijn hier in het prachtige FL Studio landschap aangekomen. Ik heb hier een pianootje. We zetten eventjes een nootje neer. Oh, wat een mooi nootje. Dan gaan we nu automation gebruiken. Wat voor automation? We gaan eerst eventjes de volume automation uitleggen. Je selecteert dit deel, want zo lang wordt de automation clip dan. Dan zoek je hier je piano op. In dit geval is het Nexus. Heb je hier volume staan. Rechter muisklik. Create automation clip. Kan je hier dit ding gewoon naar beneden halen. En dan heb je een mooi boogje. En heb je dit. Dan fade het in. Van zacht naar hard. Je kan het ook andersom doen. Van hard naar zacht. Zodat het mooi wegveet. Je hebt ook nog de pitch automation. Je drukt weer op je geluid, in dit geval de piano. Heb je je pitch staan. De range betekent hoe ver, hoeveel noten hij gaat pitchen. Nou, laten we 12 zeggen. 12 is een octaaf. Een octaaf zijn 12 noten. Dus je hebt bijvoorbeeld een C op een piano. En dan heb je weer een C. Alle noten daartussen, dat zijn 12 noten. Tot je weer bij de nieuwe C bent. En dat is een octaaf bijvoorbeeld. Druk je met de rechtermuisklik op de pitch knop. Doe je create automation clip. Hoppakee, heb je hem weer. Hij zit nu in het midden. Dat betekent dat hij normaal is. Wat nou als we het van laag naar hoog willen pitchen? Dan doe je letterlijk dit. Klinkt natuurlijk helemaal geweldig. Je kan het ook van hoog naar normaal doen. Je kan ook van hoog naar laag doen. Klinkt best wel grappig. Het is mijn nieuwe kick. Stel je wil verder dan dat gaan. Dan heb je ook nog LFO. LFO kan je op elke automation clip doen wat je maar wil. In dit geval ga ik het eventjes op volume doen. Je dubbelklikt op de automation. Dan krijg je dit voor. Je hebt hier LFO. Zet je aan. En nu gaat hij helemaal wobbelen. Hier heb je de speed knop. Als je hier aan zit, dan kan je weer zien dat deze lijntjes kleiner of groter worden. Dat betekent hoe sneller hij hobbelt. We kunnen dit dus gaan automaten. We selecteren weer dit vakje omdat hij zo lang moet worden. Dubbelklikken hier weer op, heb hier de speed. En hier kan je ook een automation clip van maken. Dus doen we dat. Gaat hij van laag naar heel hoog. En dan kun je zien dat deze lijntjes gaan bewegen. Andersom is eigenlijk wel leuker. Heel simpel en het effect is gewoon sick. Je kan het ook met effecten doen. Dus we zetten hier op slot 1 van onze piano bijvoorbeeld een normale EQ. Ik houd lekker stok voor jullie, zodat jullie het allemaal na kunnen doen. Even op dit pijltje klikken, zodat we deze lijn hebben. En dan kun je deze knop, kun je automaten. Hoppakee. Als je deze omlaag doet en hij gaat omhoog, heb je dit. Of andersom. Dan veet hij gewoon weg, filtert hij weg. Ook deze kan je weer gewoon heel simpel LFO'en. Gewoon hup, hup, hup. Wow! Oké. Oké, dat klinkt wel grappig. We kunnen nog wel even eentje toevoegen. Deze. Kun je hier een low cut maken? Zoals dit, gewoon een low cut. En als je dan zo beweegt met dit ding, zie je dit knopje zie je bewegen. Kijk, als je hier aan zit, gaat hij zo doen. Nou, die kan je ook gewoon automaten. Hoppakee. En als je die dan omhoog doet, gaat alle lage tonen weg. Ik doe hem niet te hoog, anders hoor je hem niet meer op het eind. Even kijken hoe dat klinkt. Hier, alle bas gaat gewoon weg. Je ziet het ook. Dit ding beweegt dan automatisch. Alle bas gaat weg. Je kan het ook andersom doen. Alle laagtonen zijn dan weg. Nou, als je wil kun je hier ook een LFO van maken. Heel simpel, hoppakee. Letterlijk bijna elke knop in de FL Studio kan je een automation clip van maken. Het is echt niet normaal. Zo, die LFO heb ik even weggehaald, want dat doe ik niet, dat is te veel. Stel je hebt een hele grote reverb op je piano. Zelfs deze kan je automaten trouwens, maar dat ga ik nu even niet laten zien. Stel, hier zit heel veel reverb op nu. En die wil je hier niet meer hebben. Wat je dan kan doen is hem uitzetten met een automation. Dus je selecteert dit. En dan heb je hier een knop hoeveel het effect meespeelt op het geluid. Dus dit is niks en dit is 100%. Dus je maakt hier een automation clip van. Nou, en hier laat je hem bijvoorbeeld aanstaan. Zo. En hier moet hij in één keer uit zijn. Dus hier heb je wel reverb en hier niet. Nou, dan heb ik nu eventjes een opzetje gemaakt van hoe het zou kunnen klinken. Hier begin je met de piano en hier heb je dan een melodie of een chord progression wat instort. Dat dus, dit zijn automation clips. Ik hoop dat ik jullie wat heb geleerd in deze video. Het is echt de basis, je kan echt met bijna alles kan je automation clips maken. Dus ik hoop dat jullie nu weten hoe het moet. Bedankt voor het kijken, dit was de video en ik zie jullie in de volgende video weer. Later.